Heerlijk, hè, zo'n rotonde. Heb je dat nou ook altijd? Altijd wil ik gewoon een extra rondje. Een rondje van de zaak. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien omdat het zo'n lekker cirkeltje is. Wij vinden onszelf ook heel goed, dus we willen dat graag tonen aan de mensen. Maar het is eigenlijk een beetje door armoede ontstaan. Dat kun je gerust stellen. Kind komt weer helemaal in je los. Als je zulke soort dingen gaat doen, daar word je vrolijk van. Je wordt er wel een beetje misselijk van. Ik ga een afslag nemen. Hopelijk de goede. Oost, wees welkom. Zuid, wees welkom in mijn cirkel. Margot. Dit is hem? Dit is een cirkel. Mag ik erin? Moet ik eerst voeten vegen? Of? Je hoeft geen voeten te vegen, je mag er gewoon in. Gewoon in. Dat is toch een soort symbolische stap. Zo. Wees welkom in de cirkel. Dankjewel. Wat ben je aan het doen op deze druilerige dag? Ik kom hier ook om eigen rust te zoeken. Om voor mezelf koers te zetten. Maar dan zat ik stiekem door de bomen en wist jij niet meer naar jou te kijken. Ja. Je was van alles aan het doen hier. Ik kon niet precies zien wat. Nee. Wat was dit ritueel? Ik heb met dat korte ritueel de plaats hier even afgebakend. Mogen water mijn cirkel reinigen. Mogen vuur al het werk in deze cirkel zegenen. Mogen het vuur de cirkel zegenen. De cirkel is gesloten. Meestal werkt het zo dat dit soort cirkels je even terugzetten naar het hier en nu. Waar ben ik mee bezig? Wat ga ik doen? En op welke wijze ga ik het doen? Echt een rustpunt. Echt een rustpunt. Waarom is die cirkel hier en niet daar of daar? Ik vind al jaren cirkels. Echt? Ja. Die is er eigenlijk al, die cirkel? Deze cirkel is er al. En wat voor soort cirkel is het dan? Het is een plek waar de energie van moeder aarde vanuit het leilijnenspectrum en vanuit het aardemagnetisch veld elkaar overlapt. En waar de energie vanuit de aarde omhoog naar boven komt. Is dat een bijzondere plek? Dus. Er zijn redelijk veel van dit soort plekken. Je moet ze alleen weten te vinden. En hoe doe je dat? Ik doe dat met de wiggelroeder. De opleiding duurde 6 jaar lang en was behoorlijk pittig. Maar nu mag Margot Otter uit Beekbergen zichzelf dan ook officieel druïde noemen. Bij de oude Kelten waren druïdes wijze mannen en vrouwen, leermeesters en vredestichters. Het plaatje wat wij met z'n allen hebben van de druïde, hè? Ja. Bij Asterix en Obelix, dat is eigenlijk de enige die ik ken. Dat is een soort grijze
wijze man met een toverketel. Druïden werken eigenlijk vanuit hun talent. Datgene waar ze het beste in zijn, dat doen ze. Tover met dranken is niet mijn sterke kant. Mogen we ondertussen even op gaan staan? Want ik krijg een beetje energetische kramp in de kuitstreek. Dan gaan we staan. Oh, zo. Geen probleem. Hé, Margot, moet ik jou in de cirkel Margot noemen? Of, jouw... Tree Spirit. Tree Spirit, hè? Bomengeest. Bomengeest. Ja. Dat is jouw druïdennaam. Word je nou als druïde geboren? Geen idee. Ik heb er gewoon keihard voor gestudeerd. Aha, want je bent van huis uit geen druïde. Weet ik niet. Druïden horen natuurlijk wel bij het Keltisch ras. Bij het Keltisch ras hoort natuurlijk het blonde haar en het rode haar. Ja. Dus ergens zal het allicht in mijn genen zitten. Nee, maar het is niet zo dat je op de middelbare school je vakkenpakket al scheikunde had en dat je dacht, nou... Ik word druïde. Ja. Nee. Wat nee. Heb je voor vak geleerd? Ik heb alles met elkaar een stuk of 13, 14 beroepen geleerd. Noem de eerste eens. Tandartsassistenten. Boekhouder. Boekhouder. Oh. Nou, zei jij net, als je zo'n Obelix-druïde bent... Nou, je hebt er wel iets van weg als ik zo kijk. Je hebt een grote neus ook, hoort dat erbij? Maar dit was een typische kruiden-druïde. Ja. En jij zei, iedereen neemt zijn eigen talent. Iedereen neemt zijn eigen talent. Wat is jouw talent? Mijn talent is met name het overbrengen van kennis. Datgene wat je met de wiggelroede doet... Ja? Is volledig technisch, natuurkundig en biochemisch uitlegbaar. Dus het is geen hocus-pocus, daar is geen ene malle moer hocus-pocus aan. Doe eens een kleine poging om mij dat uit te leggen. Doe je van die kleine metalen stokjes? Ja. Heb je ze bij je? Ik heb ze bij mij. Ik ga even mijn mantel afdoen en dan gaan wij... Ik ben heel benieuwd wat er onderuit komt. Gewoon een regenjas. Maar dit is eigenlijk, dat is helemaal niet nodig, dit. Dit is eigenlijk mijn ceremoniële kleding. Zodat iedereen kan zien dat je een druïde bent. Ja, ik heb hem hoofdzakelijk op de grote festivals aan. Aha. Waar ik naartoe ga. Meestal ga ik hier het bos in en dan heb ik of gewoon mijn lekker fijne warme winterjas aan. Je tuinbroek. Of een regenjas. Wat staat hier nou? Wat is dit, jouw staf? Dat is mijn staf. Dat lijkt wel de band van mijn ring. Hoe heette die tovenaar, die grote, die witte? Ja, die is ook behoorlijk... Keltisch geïnspireerd. Ja, want dan ga je zo naar boven en zeg je... Urg, org, gnor. En dan gebeurt dan er iets. Daar snapt er niemand wat van. Jawel. Nee. Zeg je dan nog iets als je de deur uitgaat hier bij de cirkel? Zeg je dan nog tot straks of zo? Ja. Of... Nu zeer zeker. Ja? Ik ben zo terug. Met een paraplu. Zo. En nu? Je legt hem. Hand op je rug, pink erachter langs, schakelaar in je hoofd uit. Kijk of dat hier. Ja. Op zo. Ja, heel goed. Loslaten. Daar gaat hij. Zie je hij iets? Doet het heel zachtjes. Ja, een klein beetje. Zo'n lichte loens heeft hij. Zo'n lichte loens heeft hij. En hij trilt iets omhoog en omlaag. Dat zie ik niet eens. Dat... Ja, nu wel. Ja. Maar even, het gaat helemaal niet om mij, het gaat om jou. Hoe kijken andere mensen nou tegen jou aan? Nemen ze je wel serieus? Mensen gaan er verschillend mee om. Sommige mensen zijn nieuwsgierig en stuiteren er gewoon in. Wat doet u? Ja. En er zijn ook mensen die zoiets hebben van... Je vindt het weer eng? Nou, ik ga... En eigenlijk vind ik dat toch wel jammer. Hoe kom je op het idee om druïde te worden? Eigenlijk loop je pad gewoon zo. Ik ben met yoga begonnen. Ben ik via het boeddhistisch pad op het Wicca-pad gekomen. Wicca is een beetje... Heksen. En daar kwam ik eigenlijk een enorme hoeveelheid voorschriften tegen. Zo moet het, zo moet het, zo moet het, zo moet het. En dat is niet mijn manier van doen. En toen kwam je echt een druïde tegen die zei van kom bij ons? Nee, ik kwam een druïde tegen waarvan ik niet wist dat hij druïde was. En die zei van, heb je dat alles onderzocht? Die gaf mij een website. Ja. En toen ben ik gaan kijken. En toen had ik zoiets van, hier ga ik mee verder. Als ik het zo allemaal achter elkaar aanhoor, denk ik... Je was ook een beetje een in de war geraakt meisje op zoek naar waar het leven nou eigenlijk over ging. Het is voor mij wel een zingeving zoeken geweest. Ja, absoluut. En heb je die nu? Ja, voor mij is het... helemaal thuiskomen geweest. Het gevoel dat dit klopt met wie ik ben.
En hoe ik in elkaar steek. Dat lijkt me wel heel fijn als je dat punt krijgt in je leven. Ja, het was voor mij thuiskomen. En dan ga je er zelf in verder. Dankjewel, Margot. Harm. Ik ga rennen, het is ijskoud. Groeten. Doei. Doeg. Oh. En kom nog eens terug. Ja, koud, man. Searching for yourself and searching for the person who you'd like to be. Treat on me like I was a little kid. So unfair, those rules you made. It's raining, it's pouring. My love life is boring. Me so. Is dat nou een ree? Dat is een hond. Dat is een geheim trainingscentrum. Zo. Goedendag. Is dat uw vaste... Elke dag hier ook. Echt waar? Ja. Maar wie is dit? Hallo. Dat is Sada. Dag Sada. 12 jaar is die al. 12 jaar? Ja. Het ziet er om de neus een beetje oud ja, uit. Ja, is overal oud. Hè. Maar hij doet het nog fantastisch, ja, hè? Ja, zeker weten. Kijk. En dan komt u al 12 jaar lang hier op dit veldje? Nee hoor, nee. Ik sta hier op de camping. Maar dat zeggen, want je klinkt als import. Ja, Amsterdammer. En waar woon je nu dan? Ik woon hier op de camping. Je woont hier gewoon permanent? Ja. Woe! Goed ding is dat. Kan je dan wel aarden hier als echte Amsterdammer? Jawel. Gezonde lucht. Ja, dat wel ja, maar... Ja, beter dan die stadslucht. En dan kom je al jarenlang hier elke dag even... Ja, eventjes hè. Nou gepensioneerd ben. Ja. Dus dan heb ik mooi de tijd hè. Wat heb je zelf vroeger gedaan als werk? Ik vraag me al een chauffeur. Aha, maar dan ben je een rusteloos type. Ja. En dan ben je ineens helemaal gezetteld hier op de Veluwe. Helemaal, ja. Hoe is dat mogelijk? Ja. En dan denk je, dan neem ik maar zo'n neurotische hond erbij als hond genomen voor compensatie. De... Ja. Zo, want dat is wel een drukke hond. Voor de afleiding, hè? Ja. Heb je er nog een vrouw bij? Niet meer. Waar is die gebleven? Die is al weg. Waarheen? Overleden, hè? Overleden? Ja, aan kanker. Is ook raar, hè? Heb je je hele leven internationaal vrachtwagen gereden? Ben je veel weg van huis? Dan ben je eigenlijk aan je pensioen en dan ben je er alleen. Dan krijg je dat. Ja. Het leven gaat verder, zeggen ze. Dus dat is eigenlijk jouw geheim, dat je je niet laat kisten. Nee, dat je gewoon maar rustig door... Ik blijf rustig doorgaan. Op z'n Amsterdams. Ja. Ja? Echt wel. Mooi. Nou, gooi hem dan nog maar een keer. Oh, het gaat wel lekker ver, ja. Dankjewel, Herman. Even kijken. En hou je roer recht. Is goed. Doei. Rugnummers eindigen op 4 kunnen oprijden. Rugnummers eindigen op 4. Denk eraan, niet te dicht bij de lijn. Ik heb nooit een dag spijt gehad dat ze het zijn gaan doen. Het is het leven zelf, hè. Op je gezicht gaan en doorgaan, hè. Niet zeuren. Altijd doorgaan. Dat gaat ook op voor Hans van Bon zelf. Zijn hele leven staat in het teken van wielrennen. Als vader van de bekende wielrenner Leon van Bon... is hij onlosmakelijk met de sport verbonden. Zelf is Hans speaker bij wedstrijden. Ja, daar is hij. Nou, geweldig. Ik vind het fantastisch. We kijken even heel snel in de lijst. Precies 50 man gestart bij Marcel Alma. Houd die man in de gaten. Is hier in Stockholm al een van die mannen geweest... die denk ik heel hoog heeft gescoord. Die drie die fietsten, die hadden 15 fietsen met z'n drieën. Want ze deden van alles, hè? Op de baan, in het veld, op de weg... En bij ons moest je eerst 3 fietsen aan de kant zetten voordat ik naar het toilet kon. Want ze mochten niet in de schuur staan. Dus er zijn tijden geweest dat we 's ochtends om 4:30 opstonden. Dat we eerst naar Schiphol reden, dat we ze daar afzetten. En dat ze dan gingen vliegen. En dan was ik net op tijd weer terug om 8 uur les te geven op school. En dat is 20 jaar lang is dat zo geweest. We gaan bellen voor premies. We gaan bellen voor premies. Nou, we gaan eerst op de pedalen om te kijken of we nog een puntje op kunnen pakken voor de leidersprijs. Kijk, zie de reactie meteen. Alma. Wordt gebeld voor premies. Maandagsdag van ik ga aan de buitenkant even proberen een puntje te pakken voor die leidersprijs. Alma ziet dat uit zijn ooghoeken, stampt op de pedalen en komt gewoon nog even terug, hoor. De liefde voor de sport kent naast pieken natuurlijk ook dalen. Het zette veel druk op het gezin. We gingen vaak gescheiden met de kinderen op vakantie. Dan nam mijn vrouw die 2 die niet fietsten, ging zij mee op vakantie. En dan gingen met die andere 3 naar Stuttgart of naar Oslo... of naar andere plaatsen waar wereldkampioenschap gehouden. Het heeft ook echt wel druk gegeven. Dat is ook gewoon zo. Dat zal ik niet ontkennen. Daar komt het peloton. Daar komt het peloton. Het wordt vechten om vooruit te blijven.
Mooi, hè? Zo kort langs de bus. Hè? Ik vind dat echt geweldig dat die gasten dat doen. Hè? En die Hermsen zit daar vlak achter. Ook al een man die overwinning achter zijn naam heeft staan. Het is een boek van de beginjaren van onze Leon. Die is nou zo'n beetje aan het einde van zijn carrière. Maar dit is een beetje het begin van zijn carrière. Maar kijk, dit soort dingen vind ik nou leuk. Dat is een tekening die is door zijn zusje gemaakt toen. Toen hij voor de eerste keer kampioen op de baan werd. In 1988, zie je. Maakt zijn zusje, maakt zo'n tekening ervan. Handen omhoog, winnen. Je moet ook soms vechten voor je plaats in het leven. Maar ook in een peloton moet je soms vechten voor je plaats. Soms denk je dat je wint en word je toch nog geklopt op de streep, bij wijze van spreken. Soms denk je dat het goed gaat. Maar het is, in een wedstrijd zit eigenlijk alles wat je in het dagelijks leven kan meemaken. Dat vind ik wel het mooie van deze sport. Prachtige momenten geweest, ook in grote wedstrijden. Hè. Ik bedoel, in de Tour 2 etappes gewonnen. Parijs-Roubaix bijna op het podium gestaan daar. Maar er zijn ook dagen geweest dat we er eentje terug thuis kregen met 30 hechtingen in zijn lijf. Daar word je niet blij van. En dan denk je wel eens, moet je daar je kinderen wel aan blootstellen? Aan de andere kant zei ze, ja, zelfs toen ze het ziek hadden, ja, ik wil toch fietsen. Terwijl ze eruit zagen als ze door het schuurpapier waren gehaald. Ja, ik wil toch gewoon fietsen. Het zat er ook gewoon in. Ze willen dat gewoon. Het was en is nog steeds hun leven. Want ook de oudste is nu al meer dan 40. Dat is nog steeds een echte fietser. En ze jagen in een ramptempo alles en iedereen hier aan de kant. Ja, het zit er helemaal in. Dat laat nooit los. Gijs Brouwer wordt dus afgetroefd door Marcel Alma. Dat zegt nog niet zoveel, maar toch wel wat natuurlijk. Hè? Alma wil gewoon even laten merken... van. En ineens stopt het weer. Goed, hè? Ja. Hoe doen jullie dat? Is een knipoog of een... Nee, jij gaf het aan. Nee, maar wij spelen 10 jaar samen, Harm. En ik ken Wim eigenlijk door en door muzikaal gezien en hij mij ook. Dus we hebben maar een klik nodig en we weten wat de bedoeling is. Goed. Ik zie hier staan, hè? Drumbassadors. Dat zijn jullie samen. En één daar en dan. Nee, wij spelen al, wat ze René zegt, 10 jaar samen. En als wij op het podium zitten, zijn wij niet bekend als Wim de Vries en René Kremers, maar als drumbassadors. En wij normaal gesproken is het zo, je hebt 1 drummer in de band. Dus eigenlijk heb je 2 kapiteins op een schip nu. Precies. Maar, en dat is lastig, maar we proberen altijd samen iets moois te maken. En niet tegen elkaar in te spelen. Maar het is puur 2 drumstellen op het podium. Ja. En ja. Samen bouw je iets. Of is het een battle? Of hoe zien we dat? Nee, het is nooit een battle. Wij hebben stukken gemaakt in die 10 jaar dat we samen spelen. Echt, wij noemen het dan drumliedjes. Maar met 2 drumstellen. Dus je hebt geen akkoorden. Je hebt dus geen melodieën. Maar wij maken met deze trommels klanken. En wij kunnen zelfs met deze trommels ook nog melodie spelen. In de drumwereld zijn de drumbassadors hartstikke beroemd. De muziek die ze maken is dan ook heel bijzonder. En dat op slechts 2 drumstellen. Zonder band en zonder zangers. Maar voor grote zalen, een beetje met 2 drumstellen, dat is vrij uniek, toch? Dat is ook uniek. Het is alleen, het gevaar is, het kan heel gauw heel saai worden. En dat was de volgende vraag. Ja. Hoe saai is het? Nou, ja. Het is helemaal niet saai, waar vraag je me nou? Je zegt, ik bedoel, hele melodie op die dingen. Ik denk, ja, je kan een beetje dit en, ja. En dan heb je het al gehad zo'n beetje. Na een kwartier denk je toch, wanneer komt er een... Nou, het is heel simpel. Als je een avondvullend programma wil spelen, moet je zorgen dat je heel afwisselend speelt. Dus wij spelen hard, maar we spelen ook zacht. We spelen snel en langzaam, we spelen veel noten, weinig noten. We spelen hoge klanken, lage klanken. En het gaat natuurlijk om de mix van al die verschillende effecten. Hoe dat je dat natuurlijk uitbouwt. En dan hoef je niet een soort ook freak audience te hebben die dat waardeert. Gewoon een boerenkoolluisteraar zoals ik, die kan ervan genieten. Waar wij trots op zijn, is dat heel veel mensen die zelf niet drummen, dat die dat ook goed vinden. Als we dat te horen krijgen, is dat het grootste compliment. Normaal gesproken kun je op een drumstel geen melodieën spelen. Nee, bij jullie maar wel. Dat is uniek. Wij proberen altijd andere geluiden uit een drumstel te halen dan wat jij bijvoorbeeld... Ja, jij kent de drummer
zoals wat je op MTV hoort, gewoon een groove. Wat wij proberen is gewoon melodieën te spelen, bijvoorbeeld. Of te scratchen op een snare drum, dat ben je ook niet gewend. Nee. Dus we gaan even een melodie spelen en dat gaat ongeveer zo. Precies gelijk. Je kunt thuis oefenen, maar als je samen speelt, moet je verschrikkelijk je oren gebruiken. Echt naar elkaar luisteren. En als je dat doet, dan na 10 jaar dan kom je helemaal samen. Wij hoeven ook nooit af te tellen. Maar als ik dit doe, bijvoorbeeld weet René al waar ik ga beginnen. Zie? En weet dan welk stuk het is. En dat is grappig. We kunnen zeggen, we maken een nieuwe band, 2 drumstellen, die zijn heel belangrijk. Met nog wat instrumenten erbij, zo. Mis je het nooit. Ja, maar dat is ook niet... Wij hebben besloten, we gaan dit echt samen doen. Het is ook heel makkelijk om gewoon een tape erbij te maken. Dat je een bas erop hebt staan en een keyboard. En dat kost dan niks en je hoeft die mensen niet in te huren. En laat je... Maar het is juist zo uniek dat we het zelf doen. Ja, maar dan gaat het dus toch echt om jullie. Weet je. We zitten normaal gesproken in een orkestbak achter twee mooie zangeressen. En nu gaat het er gewoon helemaal om ons. Ja, gisteren zat ik in een orkestbak en dan kan ik hartstikke mooi spelen. En dat horen ze ook wel. Maar dan draait het niet om mij. Nee, zie je? Dat is het. Ja, wij vinden onszelf ook heel goed. Dus we willen dat graag tonen aan de mensen. Hoe goed is dat dan? En vinden anderen dat ook? Nou, het is zo. Als wij laatst speelden bij Cesar Zuiderwijk. En die is bekend. Wie? Ja, dus een drummer van de Golden Earring. Oh, die, ja, ik ken hem. Nou, als wij daar dan aankomen, heeft hij zo heel groot bij zijn café opgehangen van het beste drumduo van de wereld. Dus we hebben het niet eens zelf bedacht dat we zo goed zijn. Oh, dat is wel een goede quote, ja. Dus Cesar Zuiderwijk? Die zegt gewoon van het beste drumduo van de wereld. Een van de beste drummers van Nederland, Cesar Zuiderwijk, noemt ons het beste drumduo van de wereld. Ik had nog nooit van jullie gehoord. Leg eens uit. Ja, wij zijn natuurlijk... Internationaal veel bezig, dat is het gewoon. Er is wel degelijk heel veel respect bij mensen die ons kennen voor wat we doen. Maar je hebt gelijk, er zijn nog best veel mensen die ons niet kennen. Het grote publiek kent jullie niet in Nederland. Maar goed, wij krijgen dus ook niet een platencontract bij een platenmaatschappij, omdat er 2 drummers zijn. Het is toch uniek, is toch mooi? Ja, dat zeg ik ook steeds in de platenmaatschappij. Ja, maar daar zit het probleem een beetje. Als maatschappijen denken van dit is niet voor de massa geschikt, dan kom je er ook heel moeilijk doorheen. En dan moet je het echt helemaal op eigen kracht gaan doen. Het komt ook, wij willen ook stukken maken die we zelf mooi vinden. En eigenlijk is het ontstaan omdat wij willen gewoon laten zien wat we eigenlijk kunnen en wat we bedenken. En we willen niet voor de massa gaan maken. We kunnen natuurlijk een groefje verzinnen met een mooie beatronde en een paar leuke trucjes. Ja. Dat vindt iedereen wel leuk. Maar als je dat 1,5 uur gaat doen en dan krijg je een boeking over... Dat is eigenlijk niet wat wij willen. We zitten aan de keukentafel, maar jullie maken volgens mij overal muziek op. Kunnen jullie een slot aan dit item... Nou, als je meespeelt. Timmeren. Speel je mee? Bij keukentafel doe ik altijd. Ik doe wel de basis. Doe maar wat. Doe ik altijd als ik de feest mee. Signaal. Ja. Nou, heb eens. Een trio. Zie je, 2, 4, 6 vorken doen in 1 handeling met een kracht van het paard, smijten ze al het hooi om. En dat moest vroeger, handje voor handje, daar had je 6 mensen voor nodig om hetzelfde werk in hetzelfde tempo te doen. Deze ploeg, er werd vroeger meestal met 2 paarden geploegd. En dan, als je boerenknecht was en je hoefde niet te melken, dan werd er toch wel geacht dat je zo'n beetje 1 hectare per dag ploegde. En zo...
al ploegende kom je een keer op het eind van je land. Maar dan had je wel tussen de 45 en de 50 kilometer gelopen. Elke dag weer. Oh, maar je vroeg niet meer naar de kerk. Nee, niet mooi zijn. Maar het is eigenlijk een beetje door armoede ontstaan, dat kun je gerust stellen. Ik was bezig met een mensport, dus ik wilde eigenlijk die paarden trainen voor samengestelde membestrijden. Maar je kwam zoveel op de harde weg, het kostte me zoveel aan ijzers. En toen dacht ik moet een alternatief vinden om niet zoveel ijzers te verslijten. Gevolg was dat ik eigenlijk met een span paarden begon op een stukje land met een cultivator. En dan begon ik een beetje te cultiveren. Maar ja, dan heb je het zin al snel af. Toen dacht ik maar ploegen, dat lijkt me leuk werk. En dan ging ik ploegen. En van ploegen kwam zaaien en van zaaien kwam maaien. En eigenlijk alles. Dit is gewoon prachtig. Is het kapot? Of je nou timmerman bent of stratenmaker, je kunt gewoon zien wat er kapot is en dat het niet meer werkt. En dat vind ik het leuke ervan. Ja. Is het... Een kar met een gelderstuig en wel om deze riem, de kiepriem. Dat kennen ze eigenlijk nergens anders dan alleen in de Achterhoek, een klein stukje van Duitsland en in Brabant. Ik heb een vast doen. Ja, dat vind ik belangrijk, want dat hoort gewoon bij onze streken. Dat is echt zo'n persoonlijk ding. Het is gewoon een feest. Elke zondagmorgen dan gaan we samen rijden. En ik kan je verzekeren of het nu vriest of het regent of wat ook. Het interesseert me allemaal niks. Ik vind het prachtig om gewoon weer huis weg te rijden. En wanneer we aangespannen hebben en we rijden dan dat is gewoon heerlijk om te doen. Dat geeft rust, ja. Heel veel rust. Het is een heerlijke dag om even je huisdieren uit te laten. En of dat nou een hond is of een pony. Goeiedag. Goeiedag. Hoe is het? Goed hoor. Ja, je bent zo gezellig aan het wandelen met de pony. Ja, dat mag ook. Ja, wordt hij uitgelaten? Nee, ja. Hij is naar een meisje geweest. Och, waar? en dat weet u dan wanneer dat moet? Ja, dat is tussen 10 en 14 dagen. Oh ja, en dan moet dat gaan gebeuren, maar dan krijgt u nog meer ponies. Ja, dat is, we kunnen ook wel verkopen natuurlijk. Is er een niet mee, in dan? Valt niet mee op het ogenblik. Maar... Ik, zeggen, want ik was een paar maanden geleden bij een boer en die had er 20 of 30. En zei, ponies, nergens goed voor, maar ik vind ze zo leuk. Nou ja, je wordt er ook niet wijzer van, maar nee. Ik heb het altijd gedaan. Ik heb 40 jaar zelf met de hengsten de boer opgegaan. Zo, je bent echt paardenhandelaar? Nee, ik was buschauffeur. Aha. En dat heb ik er maar zo bij gedaan. Dat is leuk, maar wat is het dan in u dat u zo van die ponies houdt? Ja, dat weet ik niet. Dat denk ik een virus, ik weet niet. Hoe weet u nou, hoe lang duurt het nou voordat u weet of het gelukt is? Nou, dat weet ik over 3 weken. Dan of we zwanger zijn of niet? Ja. Oh, spannend zeg. Ja. En stuurt u dan een geboortekaartje? Nou, dat weet ik niet. Dat denk ik gewoon niet. Ah, naar de omroep even gezellig een klein kaartje. Ik denk dat ze er een beetje bij houden worden. Tot ziens. Ja, tot ziens, hè. Iedere keer als ik die rubberlaarzen uit de mini haal en die groene overal. Midden in een weiland, dan krijg ik zo'n zin om iets lekkers in de vrije natuur te doen. Ik weet niet wat dat is. Echt heerlijk.
De modder is eruit. Kom je eruit, Emiel? Ik kom eruit. Wat een modderfokker ben jij, zeg. Oh, dat hoort hij gelukkig niet. We doen ons best. Oh, je hoort het wel. Ik hoor het wel. Emiel Gordijn is een van de bestuurders van de modderfokker. Dat is een combine die hij met zijn vrienden heeft opgevoerd. Ze trekken het hele land door om aan wedstrijden mee te doen. Hoeveel pk is dit? Het is, dat weten we niet precies. Het is allemaal niet te koop, maar... Het is illegaal, begrijp ik. Het is, ja, het is voorzien van de nodige pk's. We willen ook niet te veel prijs geven in verband met de concurrentie. Die wil het natuurlijk ook graag weten. Maar dit is echt een wedstrijdmachine, hè? Helemaal. Combine. Het enige wat nog op een combine lijkt, dat is het blikwerk. En voor de rest is het allemaal eigen bouw. En, ja, ik wou net zeggen, want normaal zit daar dan zo'n afspoelmachine vooraan... en dan, dan oogst je iets. Dan oogst je iets. Het enige wat jij doet, is grond verplaatsen. Dat is ook mooier om dat te doen met zo'n ding. Maar eerst even hoe oud je bent. 46. Want je komt uit dat ding zitten als een jochie van 11. Ja. Zo met zo'n grijs op je smoel. Kent komt weer helemaal in je los. Als je zulke soort dingen gaat doen, daar word je vrolijk van. Dit is jullie paradepaardje? Ja, klopt. Daar zijn we vorig jaar tweede in het Nederlands kampioenschap mee geworden. Dat is echt heel serieus dus. Ja, dat is echt serieus. Zijn helemaal niet zo achterlijk. Nee. Jongen. Dit is echt een woest beest. Ja. En als je daarin zit, jullie zitten met balman. Dit heb je om je nek, om die nekwervels op de plek te... Ja. Man. Je moet minimaal een 4-punt gordel hebben. Je moet een stoel moet je hebben, een goede stoel. Nou, pak je zo weer op. Die kooiconstructie die moet volgens het reglement gebouwd worden. Die zijbeplating die moet volgens een reglement gebouwd worden. Allemaal om het zo veilig mogelijk te maken? Om het veilig mogelijk, ja. En je hebt nooit echt iets lichamelijks kapot gehad? De dag zelf gaat dan nog wel. Maar als je daar maandagmorgen in je bed uitkomt... dan ben je zo stijf als een hark. En je hebt overal blauwe plekken waar die gordels hebben gezeten. Je wordt echt helemaal alle kanten op gebukt en geschud. Ja. Ja. En dat is dan mooi? Dat is mooi. Kan ik een rondje mee of zo? Als je durft. Ah! Reuze comfy. Zit je goed? Nou, dat is het woord niet, maar we doen het ermee. Heel leuk, maar. Ah, mijn oren zitten dubbel. Is dat team maar een leuk gebaar? Wat doen we hierna? Je bent niet echt heel goed beschermd hier, hè? Jezus, joh. Die benzineleidingen staan in je nieren te porren. Ja. En er zitten nog een soort ding hierachter. Dat zit nu vast in mijn 14e wervel. Oh, dat moeten we wel terug hebben, trouwens. Och, man, hé. En dit was nog langzaam ook, zeker? Nou ja, goed. Het kan allemaal beladen, maar... Ja. Oh. Zo. Wacht even, hoor. Ja, alles doet het nog. Dankjewel. Je hoeft niet naar de chiropractor. Nou, nog niet. Nog niet. Oh, denk je dat dit levensverlengend of levensverkortend is? Levensverlengend. Want? Ik ben elke keer een gelukkig man. En gelukkige mensen leven langer. Dus als je op je 60ste volkomen versleten in een bejaardentehuis zit... dan denk je met veel plezier terug aan die prachtige rondjes. Ik denk dat ik dan wel in een rolstoel zit. Maar als ze dan maar zo'n dikke dieselmotor achterin legt dan... De eerste dieselbejaarde van Nederland. Ja. Dankjewel. Wil jij nou een rondje in de mini? Of, Nou, zou dat mogen? Vind je niks aan, hè? Ja, ik durf het al bijna niet te vragen. Ik zou dat maar wel doen. Ga je gewoon... Oh, wat ben ik blij dat ik weer in mijn eigen veilige mini zit. Met mijn lekkere stoelen en een muziekje aan. Dan maar wat minder stoer.